Goed, nou, in 14.2 leer je twee dingen. Dus je gaat je inzicht in de werking van formules verdiepen. Dat is wat we in deze les gaan doen. En wat ze je ook nog leren is, leren laten zien, is eigenlijk hoe jij verschillende vergelijkingen kunt oplossen tot nu toe. Maar daar gaan we verder niet bij stilstaan. We kijken vooral naar de modellering van het vallende blaadje. Nou, ik heb hier een blaadje en die heeft een bepaalde oppervlakte en een bepaalde dikte. Dit blaadje laten we vallen. En we gaan ervan uit dat het niet gaat dwarrelen, want dan is het wel heel lastig te modelleren. Dit valt gewoon recht naar beneden, zoals elk ander voorwerp. En dan moeten we dit kunnen uitleggen, wat ik hier selecteer nu. Als het blad valt, dan zal de snelheid toenemen tot een constante waarde en dan blijft dat gelijk. En dan moeten we uitleggen, waarom is dat zo? Wat gebeurt daar natuurkundig? Waarom gaat die snelheid uiteindelijk niet meer toenemen? Waar ligt dat aan? De lucht biedt weerstand. Er is luchtweerstand, ja. En ik heb dus een zwaartekracht naar beneden en een luchtweerstand omhoog. Nou, dat is het begin van ons verhaal. En nu verder. Wat je hier moet weten is hoe die luchtweerstand afhangt van die snelheid. Want als je dat niet door hebt, dan kom je niet op het antwoord. Dat is van v kwadraat is de luchtweerstand. Ja, hij is kwadratisch afhankelijk van de snelheid. Hoe sneller je gaat, hoe meer luchtweerstand er is. Dat is het verhaal. Nou, en als we dat blaadje nou net laten vallen, dan is die snelheid nog heel erg laag. Dus de luchtweerstand is ook heel erg laag. Veel lager dan de zwaartekracht. Dat is de constante waarde, dat is m keer g. Dus dan kun je zeggen, in het begin van vallen, wat is er met die snelheid dan aan de hand? Die gaat toenemen, ja. De zwaartekracht die wint gewoon van de luchtweerstand. Oké, de snelheid neemt toe. Dus de luchtweerstand die... neemt ook toe. Die neemt ook toe, ja. En die waarde van de luchtweerstand gaat toenemen, toenemen, toenemen... totdat er een bijzonder moment plaatsvindt. En wat gebeurt er dan? Dan zijn de luchtweerstand en de zwaartekracht gelijk. Ja. En dan? Ja, wat dan? Ja, dat dan... blijft hij hangen in de lucht, als het goed is. Stil hangen? Ja, dan gaat hij... dan accelereert hij niet meer. Dan accelereert hij niet meer, juist. Er is een krachtenevenwicht, de resulterende kracht is nul. De versnelling is dus nul. En dat betekent dat de snelheid niet meer toeneemt. En dus de waarde blijft houden die dat blaadje op dat moment heeft. Ja. Het is een standaard verhaal wat redelijk vaak wel terugkeert in examens, dat je zo'n uitleg moet geven. Of je krijgt een grafiek voor je neus. Even snel tekenen. Dat je dit krijgt. Hier staat de tijd horizontaal en dan verticaal de snelheid. En dan moet jij verklaren waarom die snelheid uiteindelijk niet meer toeneemt. Nou, het verhaal wat we nu hebben verteld, dat is je antwoord. En hier in het begin moet natuurlijk wel gelden dat de richtingscoëfficiënt 9,81 is. Die versnelling in het begin moet wel 9,81 zijn op aarde. Oké, dan hebben we dit stukje gehad. Dan gaan we verder. We gaan kijken naar een velletje papier en dat valt met 2 meter per seconde. Ik ga nog een experiment uitvoeren. Ik ga datzelfde blaadje dubbel vouwen en ik laat het ook weer vallen. Met welke snelheid gaat die dan naar beneden vallen? En ik bedoel hier dus die constante snelheid, hè? Die eindsnelheid. Hoe groot is dan die eindsnelheid als we het blaadje dubbel vouwen?
Met welke snelheid zal dat? Gewoon niet hetzelfde. Twee keer zo hoog, toch? Want zeg maar, luchtweerstand is afhankelijk van het oppervlakte. En als het oppervlakte twee keer zo klein is, dan zou ook de luchtweerstand op hetzelfde moment twee keer zo klein moeten zijn. Dus dan is onze voorspelling twee keer zo groot. Vier. Ja, twee keer zo groot als die twee meter per seconde. Oké. Okay. Die gedachte gaan we even vasthouden, want deze vraag is simpel gesteld, maar het is een ingewikkeld antwoord. En misschien is onze voorspelling juist, ons gevoel juist, maar misschien ook niet. We gaan eens kijken. Ik ga een formule opstellen waarmee ik die constante snelheid kan uitrekenen. En daarin komt voor de dikte, dat is de dikte van het blaadje. En A is de oppervlakte van dit blad. Nou, constante snelheid. Dus we weten nu inmiddels dat ik kan zeggen zwaartekracht is gelijk aan luchtweerstand. Dat hebben we zojuist met elkaar besproken. Dan pak ik formules erbij die ik van die twee krachten heb. De zwaartekrachtsformule is m keer g en die luchtweerstand die heeft ook zijn formule en die staat hier. Die heb ik uit Binas gehaald. Lange formule, wat betekent dit allemaal? Een half keer de cw-waarde, dit is de vormfactor. Gestroomlijnde objecten hebben een kleine cw-waarde. A is het frontale oppervlak. Dus als je van voren kijkt, wat ziet de lucht dan? Waar botst het tegenaan? En dan heb ik hier de dichtheid van de lucht waar het doorheen moet bewegen. En dan die snelheid in het kwadraat, inderdaad. Oké, en dan ga ik die twee krachten dus gelijk aan elkaar stellen. Dus deze lange uitdrukking wordt gelijkgesteld aan m keer g. En dat heb ik hier nu gedaan. Ik ga nu één stap verder maken. Die massa, die is natuurlijk wel afhankelijk van die oppervlakte en die dikte. Op welke manier? Nou, ik kan hier zeggen dat de massa gelijk is aan dichtheid keer volume van het blad. Hè? En dan heb ik de rho van het papier. Even wat meer ruimte hebben. Zo. Dat is de dichtheid van papier keer het volume. De tweede klas formule. En dan kan ik hier rho papier zeggen en dan volume kan ik uitdrukken als A en, met A en D. Wat wordt dat daar? A keer D. A keer D, ja, dat is het volume van dat blad. A keer D. Ja, en deze uitdrukking gaat nu worden ingevuld op de plek van de massa van het blaadje. En deze A, die ik nu selecteer, is dezelfde A als aan de linkerkant. Die verdwijnt. Hé, hey, dan zien we hier iets interessants gebeuren. Hè? Dat die frontale oppervlak dus geen invloed lijkt te hebben. Het wordt uitgeschakeld, lijkt het wel. Hij doet er niet meer toe. Je kunt dat wegstrepen omdat het links en rechts van het is-teken te zien is. Oké. Okay. Ik ga dat hier allemaal doen. Hier zie je de massa ingevuld. Hier staat dus m keer g. Oh, met blad bedoel ik het blaadje dan. Hè? Ik zei net papier, maar dat is hier blaadje. Ik wilde een uitdrukking hebben voor de v. Dus dit hele gedoe waar v kwadraat aan vast zit, dat gooi ik naar de rechterkant. Daar ga ik door delen. Ja, delen door een half is hetzelfde als menigvuldigen met 2. Dat gebeurt hier. En dan moet hier overheen nog een wortel worden getrokken. En dat zie je hier gebeuren. Nou, in principe zijn we nu wel klaar. Maar ik wil nog één stapje maken. Want als ik nu twee blaadjes vergelijk, hè, het oorspronkelijke blaadje en het dubbelgevouwen blaadje, dan zijn G, CW, rho lucht en rho blaadje allemaal hetzelfde. Dat verpak ik allemaal in een constante. En die is voor beide blaadjes hetzelfde.
Nou, dikte is natuurlijk niet hetzelfde en die V ook niet. En nu kunnen we onze vraag beantwoorden. Want de vraag was, als het oorspronkelijke blaadje valt met 2 meter per seconde en ik ga het blaadje dubbel vouwen, met welke snelheid valt het dan? En met deze formule kunnen we dat nu zeggen. Wat is er gebeurd met die dikte van het eerste en het tweede voorwerp? Die is verdubbeld. Ik hoor alleen maar Duuk, jongens. Waar is de rest? Hier. Niks ten opzichte van jou hoor, Duuk. Maar als Duuk het kan bedenken, dan kunnen jullie het ook. Nou, dat betwijfel ik, meneer. Nou, als ik een blaadje dubbel vouw, dan is het toch 2 keer dikker, of niet soms? Dat is de enige logica die ik van jullie terugvraag. Hè? Dat is het enige wat ik nu heb teruggevraagd. Als ik een blaadje dubbel vouw, dan is het 2 keer dikker geworden. Dat mag iedereen. Maar meneer, als het dubbel vouwt, dan zit er toch ook ruimte tussen die blaadjes. Ja, dat zijn effecten die we gaan verwaarlozen. Ah, oké. Okay. Ja? Dus het blaadje is 2 keer dikker. Wat is er dan met die snelheid aan de hand? Met welke factor wordt die dan vergroot? Duuk, ik wil je nu even niet horen. Met welke factor gaat die snelheid omhoog of omlaag als de dikte 2 keer groter wordt? Met wortel 2. Ja, wortel 2 hoorde ik door elkaar gezegd worden. Inderdaad. Want ik kan hier zeggen, V is evenredig met wortel van de dikte. En de factor die werkt op de dikte, factor op dikte is 2. We hebben in de vorige les geleerd, die factor mag je invullen op de plek van D zelf in zo'n evenredigheidsnotatie. Dat betekent dus dat de factor op V wordt dan wortel van 2. Dus 1,4. Wat is dan de snelheid waarmee het dubbelgevouwen blaadje valt? Als V1 2 meter per seconde is, wat wordt dan V2? Welke rekensom maken we? Wortel 2 keer 2. Ja. 2,8. 1,4 keer 2 is... Oh, keer 2 is 2,8. Ja. En we hadden in het begin gezegd 2 keer zo snel 4. Nou, je ziet dat dat dus niet het geval is. Maar ja, dit voorspellen van tevoren, dat is wel heel lastig. Je ziet dat redelijk onverwacht die A eruit valt. Zijn er misschien nog vragen over wat we tot nu toe hebben gedaan? Nee, ik heb niet echt vragen hierover. Nee. Oké. Okay. Nu deze, jongens. Want vraag 1 hebben we nu gedaan. Duuk mag even weer niks zeggen. Ik ga een ander tweede experiment uitvoeren. Bereken de snelheid van een ander vel papier even dik, maar 2 keer grotere oppervlakte. De oppervlakte was toch te verwaarlozen, zei je net. Nee hoor. Dat je het weg had gestreept. Wat valt dan te verwaarlozen? De oppervlakte zelf niet. Ik kan een heel groot blaadje gebruiken in mijn experimenten. Kun je dat wat preciezer formuleren? De oppervlakte... De factor van de oppervlakte is te verwaarlozen. Ik zal het even wat netter zeggen. De invloed van de oppervlakte op die snelheid is te verwaarlozen. Nou ja, eigenlijk verwaarlozen. Het is zeker niet dat we hem hebben weggesmokkeld omdat we hem klein vinden. Maar hij is gewoon wiskundig eruit gevallen, zoals je net hebt gezien. Dus hij heeft een invloed van 0 op die snelheid. Dus als ik een oorspronkelijk blaadje heb wat valt met 2 meter per seconde. En ik ga een blaadje maken wat... even dik is, maar wel 2 keer meer oppervlak,
Dan is er dus niets in de snelheid veranderd. Dat is best wel raar, hè, om te zeggen. Want een twee keer grotere oppervlakte met dezelfde dikte is wel een andere massa. Het is een grotere massa. En toch gaat dat niks uitmaken voor die snelheid van 2 meter per seconde. Dus ja, dit zijn toch wel effecten die je van tevoren niet echt kunt inschatten. Daar hoort dit modelleerwerk bij. Even, ja, de formules opstellen. Oké. Nou, en dan tenslotte deze vraag. Hetzelfde blaadje laat ik vallen hier beneden op aardoppervlak. En dan valt hij met 2 meter per seconde. En ik ga met dat blaadje ook hoog in de bergen staan en ik doe het nog een keer het experiment. Wat is er gebeurd met die snelheid van 2 meter per seconde? Blijft hij hetzelfde? Wordt de snelheid lager of wordt de snelheid hoger? Ik hoef het niet precies te... Snelheid wordt hoger. En waarom, Leila? Omdat de luchtdichtheid in de bergen is kleiner. Heel goed, ja. En dan zie je in de formule dat je deelt door een kleiner getal. Alle andere dingen blijven hetzelfde. En dat betekent dat V een groter getal gaat worden. Ja, goed gezegd. Dus hoog in de bergen gaat die 2 meter per seconde omhoog. Oké, nou. Deze lespresentatie die staat op magister. Als je het wil lezen, dan mag dat. Er was een nieuwsberichtje. De ESA herstelt de verkeerde baan van een satelliet. Hij deed het niet goed en ze moesten het herstellen. Die satelliet die moet een 30% grotere afstand tot de aarde krijgen. En daarvoor moeten ze de snelheid anders instellen waarmee die satelliet vliegt. Moet die snelheid toenemen of afnemen? En ten tweede, hoeveel procent moet die toe of afnemen? Kunnen we dat, jongens? Vorige week heb ik het voor gedaan. Je ziet dat er in dit hoofdstuk toch ook wel wat voorkennis van voorgaande hoofdstukken of voorgaande jaren zelfs verwacht wordt. Satelliet in een cirkelbaan rond de aarde. Wat moeten we dan weten? Iets met middelpuntzoekende kracht, hè? Toch, de middelpuntzoekende kracht. Welke kracht is dat? Dat is, MV, dat erger dat. Ja, die formule komt zo meteen in beeld. Ja. Maar welke kracht gaat die middelpuntzoekende kracht vormen? Welke kracht zorgt ervoor dat die satelliet in zijn cirkel blijft? Ja, dat is de aantrekkende kracht van de aarde op de satelliet. Zwaartekracht. Ja. De zwaartekracht. Maar op hele grote astronomische afstanden moesten we zwaartekracht vervangen door gravitatiekracht. Want zwaartekracht is M keer G. En G is 9,81, maar dan wel op het aardoppervlak. En daar heel hoog is dat niet meer 9,81. Dus die MG-formule is niet te gebruiken meer. Maar dan gaan we naar de gravitatiekracht. Dan zul je zien dat die afstand automatisch wordt verwerkt. En dan de formule van de middelpuntzoekende kracht. MV kwadraat gedeeld door R. Is gelijk aan. En dan de formule van de gravitatiekracht. Nou, gravitatieconstante, hoofdletter G, is niet 9,81. Die vind je in tabel 7 van BINAS. En dan heb ik grote M van de aarde keer kleine m van de satelliet delen door R kwadraat. Zo. Dan zie je dat M links en rechts staat. Dus die strepen we weg. Zo. Dan zie ik delen door R links staan. Die kan weg met delen door R rechts. Maar dat kwadraatje dat wordt dan zo. Dit. En in de laatste stap
kwadraat weg door een wortel te trekken. Zo, daar staat een mooie formule voor die snelheid die de satelliet moet hebben in een bepaalde baan. Wortel van gm gedeeld door r. Opvallend is hier dat de massa van de satelliet er niet toe doet voor zijn eigen snelheid. Want kleine m is weg. Dus elke andere satelliet in dezelfde baan, dus op dezelfde r, heeft dezelfde snelheid. Dus die gaan niet botsen met elkaar. Ze kunnen elkaar niet inhalen. Oké, de afstand moet 30% groter worden. Met welke factor is r dan vergroot? 1,3. Heel goed. 30% groter betekent dat de factor 1,3 is. Met welke factor gaat de snelheid dan omhoog of omlaag? Omdat de factor groter is dan 1. Wacht, ik ga misschien een paar stappen te snel. Omdat de factor groter is dan 1, weet ik dus dat r toeneemt. Wat betekent dat voor de snelheid? Moet die toenemen of afnemen? Kijk goed hoe de formule werkt. Ik ga een grotere r invullen. Dat betekent dat de snelheid kleiner wordt. Ja, heel goed. Met welke factor gaat die snelheid veranderen? Dus ik heb een nieuwe baan, ik heb een oude baan en ik ga ze vergelijken. En de dingen die constant zijn, die gooi ik weg in een evenredigheidsnotatie. Dus V is evenredig met. Nou, voor beide banen is G gewoon de G en M is M aarde. Dus die gooi ik weg. Ik hou dit over. V is evenredig met wortel van 1 gedeeld door R. En ik heb het in het vorige voorbeeldje ook gezegd. In zo'n evenredigheidsnotatie mag je dus die factor waarmee R verandert invullen op de plek van R zelf. Toch? En wat wordt dat dan? 1 gedeeld door 1,3 en een wortel. En dat ga ik uitrekenen. 1 gedeeld door 1,3, wortel en er komt 0,88 uit. Het is kleiner dan 1. Dus V neemt af als dat die factor is. Precies zoals we hier al hadden ingeschat. Dus dat klopt allemaal met elkaar gelukkig. Hoeveel procent is dit aan afname? 12. Dus 12% afname, jongens, inderdaad. Dat is het. Zijn er vragen, jongens, in de stappen die ik hier heb gezet? Nee. Geen vragen? Oké. Dan, nee, dit ga ik niet doen. Goed, dit waren de twee oefeningen, jongens, om nog een keertje te kijken wat je nou eigenlijk moet kunnen, hè, met formules. De werking van formules en je inzicht in formules, om die wat meer te verdiepen. Dus in principe heb ik nu gedaan wat ik wilde doen. En dan wil ik aan jullie vragen. Heeft het bijvoorbeeld zin om die domeinopdracht nog met jullie te bespreken? En dan doel ik vooral op deze hier. Dat van de verbanden. Van een kromme een rechte maken. Dat heb ik vorige week in theorie aan jullie uitgelegd. Maar het kan misschien geen kwaad om daar een praktijkvoorbeeldje van te laten zien. Tenzij jullie hem al hebben gemaakt, dan hoeft het niet. Als je zegt van, ik heb hem nog niet gemaakt. Als je zegt van, ik wil hem graag nu in de les bespreken, steek dan even een handje op. Kan ik het gelijk zien, anders zitten we door elkaar te roepen. Oké, nou dat is de hele lijst zo'n beetje. Nou, valt wel mee. De ene helft van de klas wel, de andere helft van de klas niet. Oké. Of de andere helft van de klas is er niet meer. Zijn jullie er wel? Steek je stof. Ja, meneer, het lukt wel niet om een handje op te steken. Het lukt niet? Ja, bij mij ook niet.
Als je dat telefoontje ziet om een gesprek op te hangen, zie je ook handje, toch? En daar hoef je alleen maar op te klikken. Oh ja, ik zie hem. Dat is ook de manier om aan de spreker te laten zien dat je een vraag hebt. Dan hoef je niet zo te roepen. Oké, nee, we gaan hem doen. Oké. Dan is dit de opdracht. We hebben een experiment uitgevoerd. Het gaat over lichtintensiteit. Die hebben we gemeten. En ik zie hier een afstand. Nou, dit is eigenlijk jullie practicum geweest van dat lampje. Op verschillende afstanden kun je, hebben jullie de temperatuur gemeten, maar je kunt ook, als je de sensor ervoor hebt, ook de stralingsintensiteit van het lampje meten. En dat is hier gebeurd. En we weten ook, als we op een grotere afstand staan, dan is die intensiteit die je ontvangt, die wordt minder. En dat verband, dat zien we hier wel. We gaan van 0,1 meter tot 0,6 meter. Heel dichtbij gemeten is de intensiteit erg hoog. En ga je verder weg staan, dan is de intensiteit minder geworden. Oké. Een paar afspraken moeten we ons wel aanhouden. De linker kolom is wat je zelf hebt ingesteld in je meettabel. De rechter kolom is de uitkomst van je meting. Ja, dat is gelijk het antwoord op vraag A. En dan gaan we grafiek maken van deze gegevens. En ook daar heb je geen keuze. Datgene wat je zelf hebt gekozen en links staat, dat wordt horizontaal uitgezet, deze. En je meetuitkomst, die wordt verticaal gezet. Oké. Dan ga ik deze kopiëren. Ga ik even hier naartoe. En ik je laten zien hoe ik dat nu allemaal ga doen. Ik heb daar mijn meettabelletje en dan ga ik in Excel de grafiek maken. Nou, ik selecteer het eventjes, ik zeg invoegen, ik ga naar grafiek toe. Moet ik even meer diagramsoorten hebben. Ik ga naar spreiding, dat is een XY grafiekje. En dan deze. Zo. Altijd bij grafieken aangeven wat er op de assen staat. Want dat gaat aftrekpunten opleveren als het er niet bij staat. Met eenheid ook. Zo, heb ik bij deze gedaan. En nu? Ja, wat valt ons op? We kunnen nu twee dingen zeggen als we die grafiek voor onze neus hebben. Zeggen jullie maar eens iets. Hoe ver het taft. Ja. Sorry Joël, wat zei je? Ja, hoe verder die van het lampje afstaat, hoe minder grote intensiteit is. Ja, en dat is ook wat we verwachten. Hè? Dat zien we in de grafiek ook. Valt jullie wat anders op in deze grafiek? Als jij nu de lijn er doorheen zou moeten trekken. Hij is 1 gedeelte x of 1 gedeelte r. Ja, kijk, Duke die herkent al een bepaalde vorm. I is a keer 1 gedeeld door x. Of, inderdaad, op het oog kunnen we het niet herkennen, a keer 1 gedeeld door x kwadraat. Ja, dat is het verband wat we voorstellen. Ja, ik doel eigenlijk op wat anders. Als je de lijn zou moeten tekenen, kijk eens naar dit meetpuntje. Nou, dat kan ik niet selecteren. Hier deze. Dat is toch best wel een uitschieter. Als jij de lijn zou moeten tekenen, moet je hem eigenlijk negeren. En dan teken je een lijn die deze uitschieter negeert. Je gaat niet door dit verkeerde meetpuntje een knik omhoog maken in je mooie vloeiende lijn. Wat we willen doen is nu die A bepalen. Welke waarde heeft die A? Waarom wil je zoiets doen? Nou, ik moet even wat papier hebben. We weten het volgende namelijk. De intensiteit is afhankelijk van de afstand. En dat is P bron gedeeld door 4 keer pi keer r kwadraat. Dat is hoofdstuk 9 geweest.
Dit is de formule die achter onze meetgegevens steekt. Ik ga deze wat anders opschrijven. Ik doe het even zo. Gedeeld door... Nou jongens. Kom niet uit die... Ja. 4 keer pi. Keer 1 gedeeld door r kwadraat. Zo. En we hadden net gezegd... E is... A keer 1 gedeeld door x kwadraat zou het best wel eens kunnen zijn. Nou, onze x-as is de afstand r. Onze y-as is de i. Dus ik kan hieruit opschrijven. A is p bron gedeeld door 4 keer pi. En als je A weet, met A kun je wat zeggen over P bron. Het is het niet helemaal, want die 4pi zit daar nog in verwerkt. En met een lampje is het ook niet heel erg interessant om die P bron te weten. Maar dit zouden net zo goed gegevens kunnen zijn van een ster die je hebt zitten meten. Of een planeet die uitstraalt met een satelliet. En dan weet je dus iets over het uitgestraald vermogen van een ster of van een planeet. Via die A. Dus onze opdracht is nu die A bepalen. Hoe groot is die A die hierin zit verwerkt? En ten tweede, vorige week heb ik ook gezegd dat recept wat we nu gaan uitvoeren met die nieuwe Z toevoegen, gaat ons ook bevestiging geven dat ons... verband wat we hadden ingeschat, deze, dat de juiste is. Omdat dan een rechte lijn wordt teruggegeven. Nou, ik ga je laten zien hoe we dat doen. Dus ik ga nu voorstellen, z is 1 gedeeld door x tot de macht 2. Nou, dat is wat ik ga doen hier. Dan gaat die gele formule er zo uitzien. Y is A keer Z. Maar dan moet ik Z wel maken. Dus ik voeg hier een nieuwe kolom toe. Z. En Z is 1 gedeeld door x kwadraat. Nou, R kwadraat bij ons. Dus welke eenheid heeft Z? Dat is 1 gedeeld door meter kwadraat. Zo. En dat ga ik hierin vullen. Deze celwaarde is dus 1 gedeeld door. En dan kan ik hem aanklikken. Deze R. Tot de macht 2. 100. Ja, dat klopt. 1 gedeeld door 0,1 kwadraat is 100. Als ik aan dit stipje trek naar beneden. Je krijgt gelijk een cursus Excel. Dan doet hij dat voor alle cellen. Zo, alle zetjes zijn uitgerekend. Ik ga nu een nieuwe grafiek maken. De R-as wordt vervangen door een Z-as. Dus ik selecteer de oorspronkelijke Y-as, de I-as. Ik ga nog een keer een grafiek maken. Invoegen. Grafiek. Spreidingsgrafiek. Kijk, daar ben ik blij mee. Dit is nog steeds die i in watt per vierkante meter. En hier moet ik nu opschrijven, dit is z met de eenheid 1 gedeeld door meter tot de tweede. We zijn bijna klaar eigenlijk. Ons doel was om a uit te rekenen. Nou ja, die A, hier heb ik hem even geselecteerd. Die A is in de tweede grafiek gewoon de richtingscoëfficiënt. In de eerste grafiek was A niet grafisch te herkennen of te bepalen. Maar in de tweede wel. En het is dezelfde A. Dus ik ga hier de richtingscoëfficiënt van bepalen.
Dus daar moeten we de beste lijn doorheen zien te trekken. Daar ga ik even uitknippen. Deze grafiek. En dan plak ik hem even hierin. Nou, de beste lijn. Hoe pak je zoiets ook alweer aan? Probeer zoveel mogelijk puntjes boven als onder de lijn te laten vallen. Dus deze is niet juist, want eigenlijk ligt alles zo'n beetje erboven. Nou ja, het is misschien toeval, maar hij valt wel heel mooi op dat roosterpuntje hier. Oh. Hier. Zie je dat? Het is best een mooie lijn door de meetpunten getrokken. En wat is de richtingscoëfficiënt hier? Nou, het is verticaal delen door horizontaal. Oftewel 300 delen door 100. A is 3. Dat we een rechte lijn hebben gevonden is ook nog een bevestiging van dat dit gele verband wat we hebben toegepast om onze z te vinden, dat dat de juiste is. Want als ik het anders zou doen, stel je voor, ik zou z op deze manier gaan vinden. Dus z is 1 gedeeld door x. Ja, stel je voor, ik ga dat doen. Dan is dit 1 gedeeld door meter geworden. En mijn formule gaat het kwadraat verliezen. En die ga ik dan in alle cellen verwerken. Moet je kijken wat er is gebeurd met onze rechte lijngrafiek. Het is geen rechte lijn meer. Er zit een paraboolachtig iets in. We hebben hier niet de rechte lijn gevonden. En dat betekent dus dat we een verkeerde keuze hadden gemaakt met deze coördinaattransformatie. Zo noem je dat. Oké, nou, dan kunnen we deze nu verder afmaken. Want die a was 3. En dat betekent dat p bron te berekenen is. Dat is, 4pi keer 3. Is 12pi. En 12 keer pi is afgerond 38. Ja, wat? 38 watt? Ja, wat? Inderdaad. P-bron 38 watt. Dat was het vermogen in het experiment met dat lampje. Meneer, dit kan je toch eigenlijk alleen doen als je achter een computer zit? Want dan zou je dit doen en dat doet... Ik doe het nu met Excel om snel de resultaten aan jullie te kunnen laten zien. Maar dit wordt ook gewoon met de hand teruggevraagd hoor. Ook in examens komt het wel eens voor. Toch wel. Ja. Nou, dan krijg je meestal wel die kromme lijn grafiek. En dan is de opdracht aan jou om die evenredigheidsconstante A te bepalen via een coördinaattransformatie. Nou, met die begrippen moet je dan wel gaan herkennen wat je aanpak gaat worden. Dat betekent dus dat je zo'n z-kolom toevoegt. Dat moet je dan ook echt laten zien. En dat je dan zelf wel die tweede grafiek gaat maken met je rechte lijn. Om die a eruit te bepalen. Dus, meneer. Dus het handmatige werk, dat wordt toch wel eens teruggevraagd. Ja, maar zijn het er dan ook zoveel? Want we hebben nu best wel veel coördinaten. Nee, dan zal het wat minder worden. Ja, er wordt zeker wel rekening gehouden met beschikbare tijd. Ja. Joël, je had een vraag. Ja, kunt u nog even teruggaan naar die i is a gedeeld door 1? In de Excel-bestand? Ja. Ja? Ja, hoe kan ik die herkennen? Want volgens mij heb ik die bij wiskunde A niet gehad. In de lespresentatie van de vorige keer heb ik alle grafiekvormen aan je getoond. Dus die moet je dan, dat moet je gaan herkennen. En dan zelf het bijbehorende verband, de formule, kunnen opschrijven. Dan ga ik die nog even bekijken. Ja, het zijn er niet veel hoor.
Kijk, we hebben, ik kan het nog wel eventjes kort laten zien. Oh, die gaat scheef. Als je dit ziet, en x en y staan altijd gewoon volgens de wiskundeafspraken, dan heb ik deze. Ja? Dan ons volgende verband, waarmee we toch vaak te maken krijgen, is deze. Dat hebben we net gezien. Omgekeerd verband. En dan hebben we net gezegd dat we daar zo twee varianten van kennen. R keer 1 gedeeld door x of x kwadraat. Op het oog kun je dat niet ontdekken. Daar zul je dus die z-transformatie voor moeten gebruiken. En dan hebben we er nog eentje. Dat is dan ook de laatste. Het gaat echt om deze drie. En dat is een wortelverband. En dat ziet eruit als a keer wortel van x. En die hebben we net ook gezien, hè, met die satellietenbaan. Gm gedeeld door r. Daar kan ik ook zeggen een constante g en m keer wortel r. Daar zat het wortelverband in. Dat zijn ze, Joël, deze drie. Ja, dank u wel. Ja? Zijn er nog andere vragen? Ik zie Rana een handje opgestoken, maar dat is nog van zojuist. Geen echte vraag meer.